Het maken van een hydraulisch schema. Invoegen van een Simula Page, rechtermuisknop, Add a Simula Page. Vanuit de pallet kunnen wij een aantal componenten wegslepen. Hydraulic. Flow Lines. Reservoir. Pomp. Rechtermuisknop 270 graden in uurwijzers in. Pomp trekt olie op. Pomp kunnen we configureren. Dat wil zeggen dat 150 bar de maximumdruk is die de pomp kan leveren. Vanaf de pomp gaan we een persfilter installeren. Accessoires, filter. Zo. En we gaan het systeem beveiligen tegen overdruk met een overdrukventiel. Dat is met Pressure Controls, Pressure Relief Valve. Die gaan we even spiegelen. Horizontaal. Verbinden, eenmaal klikken. Tweede maal klikken om een bocht te maken. Derde maal klikken voor de aansluiting. Zo ook voor het filter. Het ventiel wordt een 4-3 ventiel, vinden we bij directional valves. We beginnen met simple. En we gaan het de mogelijkheid geven om drie vaste standen te krijgen. En de middenstand wijzigen we naar drukloze middenstand. Dan de cilinder nog aansluiten bij actuators. Double acting. Aansluitingen. En nog een aantal manometers. Ook bij accessoires. Pressure gauge. Hier eentje. Aansluiten. Hier klikken. Is hij nog niet aangesloten? Ik moet naar een aansluiting. En nu zie ik dat hij dus is aangesloten. Het overdrukventiel kunnen we configureren, bijvoorbeeld bij in dit geval 6 bar, laten we zeggen 50 bar, 80 bar, zal de overdrukventiel zal die openen. Dus de maximumdruk in het systeem is begrensd op 80 bar door het overdrukventiel. Simulatie starten door op de go-to's te klikken. En we zien dat de pomp drukloos rondpompt, zonder te veel energie te verslinden. In de simulatie zien we dat door hier zichtbaar wordt in 50 bar. Dat is overdreven, maar het programma telt als 1/3 van de maximumdruk die de pomp kan leveren. Dus 50 bar is in onze beleving drukloos rondpompen. Eenmaal klikken op het ventiel, de bediening van het ventiel, betekent een beweging. En nu zien we duidelijk dat de druk hier om en bij de 80 bar is. De 80 bar die dus begrensd wordt door dit overdrukventiel. Zo niet, zou de druk te hoog oplopen en zou de pomp stuk gaan. Tweede keer klikken betekent 5-3 ventiel aan de andere kant. Drukloos hier uiteraard en in deze zone 80 bar. Nog eenmaal klikken betekent drukloos en terug naar de druk 1/3 van de maximale pompdruk.